Wauw. Dit is hem geworden. Kijk hoe leuk. Hij zit mooi in mijn kontje. Welkom bij een nieuwe video. Het is echt veel te vroeg. Het is 7:30 en ik heb echt geen zin om dit bed uit te gaan. Maar ik moet met Kelly naar Den Haag en we moeten er om 10:00 zijn. Dus ja, ik ga nu even snel omkleden en douchen. En ik zie jullie later. We zitten in de auto. Ik ben nog niet helemaal wakker, maar goed. In. Die slaapt ook nog half. Ik slaap echt nog half. Ik heb wel echt een plamuur op. Het valt me mee trouwens, de drukte. Ja, maar spers kan het ook komen. Oh, we zijn namelijk in de spits zijn we naar Den Haag aan het rijden. En ja, wat is trouwens allemaal de planning? We gaan dus daar voor onze voeten. Hoe heet die salon, schat? Lifestyle Salon Den Haag. Lifestyle Salon Den Haag. Ik heb daar knoflook gegeten. Ja, die ruik je net? Oh, zie je hoe erg het is? Ja. Oh mijn god, ik heb gisteren knoflook gegeten en je ruikt het nog steeds. Gek dat je dan die, weet het niet, ruikt, hè? Die shawarma. Shawarma. Ja, het was echt heel heftig, die knoflook gisteren. Oh, wat een schande. Dus dan gaan we ons voeten laten doen. En vanavond hebben we de show van Love Boutique in Rotterdam, dus dan kunnen we straks weer terug hierheen. En dan gaan we met Amanda, Sjerde en Kel gaan we bij het restaurant Aquaia of zoiets. Daar is, wordt die show gehouden. Gaan we eten. Aqua Acai. En ik heb alleen echt een zwaar issue met mijn outfit, want ik had een heel outfit. Alleen nu ging ik net die broek aandoen en mijn rits is stuk en hij zit me veel te strak. Terwijl ik in de winkel hem wel gewoon aanpaste, maar hij... Ik weet het niet. Toen had ik hem in het wit aan. Een goed verhaal. In ieder geval, ik heb geen outfit. Dus ik zit nu te kijken. En misschien dat ik dit jurkje aan kan doen van Kelly. Want we moeten ook in glitter. Dus dit is misschien wel leuk. Ja. Dit is echt net Amsterdam hier. Hi vriendin. Hi schoon. Kleine wereld, hè. Zo, we zijn bijna klaar. Ik krijg nu mijn nagellak. Cellac. Kleur rood. Je ziet er ook zo lekker. Ja, we zitten echt op zo'n. Kijk, hier zie je ons in de spiegel. Blij mee. Heel mooi, hè? Nou, we staan nu in de skihut. En mijn vriendin moet een badpak gaan passen. Hi guys. En ik mag een hele leuke bikini uitkiezen van... Lulifama. Lulifama. En kijk hoe schattig. Met van die roefeltjes. En jullie weten dat dat echt mijn favorite is. Kijk, zo'n broekie. Alleen wil ik deze... hebben. Dus dat topje moeten ze even in een grotere maat gaan zoeken. Want deze is anders, maar ook heel cute. Dus door die of die? Die broekjes maken ook zo schattig omdat het veel meer. Ja, dat is wel echt schattig, man. Heb je deze ook? Wij houden ook wel echt van die roefels, hè? Hier heb je ook roefels. Ja, ik denk dat. Dit is hem geworden. Kijk hoe leuk. Hij zit mooi in mijn kontje. Ja, ik ben met mijn ouders. Heel blij mee. En super slecht. Maar mijn vriendin werd weer een enge spook, dus we moesten eten. Anders vloog ze me aan. Hè? Mijn schuld. Oh, ja, door jou eet ik. Ik heb een hier ook. Ga nu dicht.
wacht even, Amstelveen. Oké, ik ben gedoucht en ik heb alleen nog mijn onderjurkje aan. Dus de rest ligt bij Kelly. Nou ja, dat jurkje wat ik aan wil. En Amanda gaat me erop maken en ik ga daar verder mijn haar doen. Ik hoop alleen zo erg dat dat jurkje leuk is. Ik heb nog wel mijn eigen jurkjes eventueel meestel. Het is niks. Maar het liefst heb ik echt dat aan. Want ik heb wel echt een soort van dilemma. Als ik eenmaal al een jurkje heb aangehad op een feestje, dan wil ik het niet nog een keer aan. Dus. En de zon schijnt ineens. En het is letterlijk... Wow, het is 24 graden. Oh, lekker warm. Oké, we zijn ready. En die jurk staat gelukkig. En mijn mooie make-up, thanks to Amanda de Graaf. Nou, we zijn er. Super mooie zaak dit. Ik heb wel echt een zon in mijn gezicht. Kijk. Wauw. We kunnen cruisen in de pers, zijn rem getrappen door. We kunnen richting vloer, maar we zijn richting zat voor. Op een vliegen van de zon, zit een beetje vast voor. Stikken maar je rond daarin. Guys, we zijn ondertussen een dag later en... Ik heb vandaag de hele dag moeten werken en ik heb echt zo'n last van een kater gehad. Ik ben zo blij dat ik nu klaar ben. Niet normaal. Ja, en ik wou eigenlijk nu mijn vlog gaan afsluiten. Dus dan heb ik een soort van dagvlogje gehad. Maar ja, ik denk dat het wel even gewoon genoeg is voor een keer. Dus... bedankt voor het kijken. Vond je hem leuk? Vergeet dan even niet een duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie van de week weer. Jullie zien mij van de week weer. Ja. Oh my god, ik ben zo moe. En ik moet morgen zoveel doen. Mijn hele huis is één pokkenzooi. En ik kan daar echt niet tegen. Dat wou ik jullie even melden. Slecht. Maar mijn vriendin werd weer een enge spook, dus we moesten eten. Anders vloog ze me aan. Huh?